Dat is bijzonder dat er een groep is die zo met elkaar de sport beleeft. Het gaat heel hard, het gaat ruig. Die bal vliegt heen en weer, maar daarnaast moet je ook positie behouden. In welke positie lig jij? Hoe ga je onder iemand? Hoe paai je iemand weg? Je creëert ruimte. En daar zit wel echt de charme van de sport. Zelf zit ik nog niet echt met een einddoel, maar voor Odysseus is het toch echt wel de Europa Cup winnen. Die Champions League waar we dus nu vierde zijn geworden, om die een keer te winnen. En met een heel jong team kan dat zo gebeuren.